Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Mijn vriend Stekel meldt zich ziek. Geen zorgen, alles is goed met hem. Volgende week zeker weer van de partij. Dan zouden we eigenlijk naar Zuid-West gaan. Maar dat is gecanceld. Voordeel dus, gewoon een live uitzending. De gast is Michel Boerrichter. Michel, je bent van Plotwise. Dat klopt. Wat doen jullie? En wij plannen voor bezorgdiensten en webwinkels de bezorging van pakketten. En hoe doen jullie dat beter of waarom doen jullie dat beter dan ze tot dusver deden? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, de essentie is, we willen met z'n allen steeds meer bestellen online. En liefst ook op de juiste tijd ontvangen. En tegelijkertijd ergen we ons allemaal een beetje groen en geel aan al die bezorgbusjes in de straat. Dus er is een enorme wrijving tussen volumegroei, de vraag die we als consument hebben en beperkte capaciteit. Dus wat wij doen is in plaats van op een traditionele manier plannen, namelijk aan het einde van de dag, als alle bestellingen binnen zijn, kijken of er een beetje een logische planning van te maken is, zijn we continu bezig met plannen. En daarmee maken we eigenlijk continu het perfecte plaatje. Schets eens, want wat verandert er dan zeg maar, gedurende een dag in zo'n planning? Ja, er zijn eigenlijk drie factoren die continu in beweging zijn. En dat is ook de reden waarom een traditionele aanpak van planning niet meer werkt in de dynamische wereld. Het zijn de orderstromen, de pakkettenstromen. Wij als consument zijn veel aan het bestellen, zijn beïnvloedbaar door allerlei marketingacties, waardoor we ineens meer of minder bestellen. Er zijn externe factoren die dat beïnvloeden. En we hebben specifieke wensen, hè, een bepaald tijdsmoment waarop iets bezorgd moet worden, of bepaalde aanvullende diensten en installatie, vers pakketten die in de keuken bezorgd moeten worden. Dus dat is een hele dynamische factor. Het andere element is eigenlijk de operatie van al die bezorgdiensten. Die hebben gewoon een enorme hoeveelheid vervoerders, of hoe zeg dat, busjes en chauffeurs die iedere dag de weg op gaan om die pakketten te moeten bezorgen. Maar ja, dan is er echt wel een keer één stuk. Er is echt wel een keer eentje ziek. En dat is dus een flexibiliteit waar je mee te dealen hebt in de dagelijkse operatie. Ja, en de derde, en dat is misschien wel de grootste dynamische factor, is gewoon de wereld om ons heen. Fileproblemen natuurlijk een heel goed voorbeeld de hele dag door. Maar ja, we kennen allemaal het probleem van die bezorgbusjes in de straat die een straat blokkeren of ergens niet kunnen parkeren. Of nou ja, allerlei toegankelijkheidsrestricties die daar gelden. Omdat er lage emissievoertuigen alleen nog maar toegestaan zijn in de binnenstad of ja, dat soort factoren. Oftewel drie hele dynamische, van externe invloeden afhankelijke systemen die een wereld waarbij je zegt, oké, nu is alles bekend en nu gaan we plannen, eigenlijk onmogelijk maakt. Maar hoe merkt een chauffeur van een busje dat jullie er zijn? Ja. Althans, en als ik het vergelijk met zeg maar voordat jullie er waren. Ja, dat is een goede vraag. Aan de ene kant liefst zo weinig mogelijk. Want ja, je wil natuurlijk vooral niet, er gaan iedere dag 5.000 tot 10.000 chauffeurs de weg op. Die allemaal te vertellen, we gaan het vandaag even anders doen. Dat is geen hele prettige boodschap. Dus aan de ene kant zo weinig mogelijk. Maar als je over pakketbezorging praat, gaat het eigenlijk om twee dingen. Dus aan de ene kant de kwaliteit van die bezorging. En de kwaliteit is heel erg vanuit de ontvanger geredeneerd. Hè. Wordt de belofte die ik heb gekregen waargemaakt? Bijvoorbeeld de tijd misschien? Is iets er op tijd? Te vroeg vinden we niet fijn, maar te laat al helemaal niet. Maar ook op de juiste locatie. En dat zijn allemaal van die factoren die nogal belangrijk zijn. Maar ook voor die bezorger. Hè. Wordt hij op pad gestuurd met iets dat realistisch is, dan kan hij ook die kwaliteit waarborgen. Stuur je zo'n bezorger op pad met een onmogelijke werkdruk, dan wordt dat heel erg moeilijk en dan wordt de kwaliteit van levering moeilijk, maar ook de kwaliteit van die werkdag voor zo'n bezorger. Dus een realistische planning is een hele belangrijke om kwaliteit van zowel levering als werkdruk te verbeteren. En de andere kant is gewoon kostenefficiëntie. Minder kilometers, minder voertuigen voor hetzelfde aantal leveringen. En vaak ook nog een combinatie van verschillende type voertuigen, dus meer ja, modaliteiten die eigenlijk bijvoorbeeld in de binnenstad veel geschikter zijn om bezorgingen te doen. Ja. Hey, de complexiteit snap ik, maar wat is nou de oplossing? Is dat AI? Is dat, waar zit jullie oplossing in? Ja, hoe doen jullie het beter? Geavanceerde techniek, dus AI, met name machine learning modellen, zijn een hele belangrijke enabler, waardoor dit ineens op een, zoals wij het noemen, continu planning. Dus we wachten niet al een gegevens bekend is, maar we zijn continu aan het plannen. Dus wij passen eigenlijk continu de best effort benadering van de werkelijkheid toe, waardoor we eigenlijk heel snel zijn, hè? Instant, of near real time een planning hebben. Maar waardoor we ook heel snel weer kunnen anticiperen op die wijzigingen.
En dat is een fundamenteel andere aanpak dan de traditionele aanpak, waar je echt afhankelijk bent van computational power en het gewoon lang duurt om een planning te maken. Ter illustratie, als je voor een groot gebied, een depotgebied, hoe het vaak werkt, een planning moet maken van duizenden orders voor een dag, dan kan het zomaar zijn dat je op een traditionele aanpak uren aan het rekenen bent om überhaupt tot een planning te komen. Nou ja, als je dat vertaalt naar de on-demand economy waar we vandaag de dag in zitten. Je wil iets online bestellen. En je wil eigenlijk, als je iets online bestelt, al zonder dat je dat bewust bent als consument, interactie hebben met het planningssysteem. Ja, dan heb je maar 200-300 milliseconden tijd om zo'n planning te maken. En dat is gewoon een compleet nieuwe werkelijkheid waar techniek voor nodig is. En die techniek is er vandaag. Dat is techniek waar wij ook dankbaar gebruik van maken. Of sterker nog, een heel team hebben die daar iedere dag mee bezig zijn. En dat zijn inderdaad data-driven modellen, dus veel ML. En als je, wat ik me altijd bij ieder bedrijf afvraag, maar sommige bedrijven zeg maar nog meer. Ja. Waar ligt de oorsprong van jullie bedrijf? Waarom doe je dit? Ja, nou, we zijn een paar jaar geleden, 2017, voortgekomen uit de spin-off vanuit de Universiteit in Delft, die ik een paar jaar daarvoor ben gestart. En kijk, het probleem wat we met z'n allen zien is een heel tastbaar probleem. Hè? Wat we iedere dag op onze stoep zien voorbij komen. Maar het is niet zo dat we met dat probleem zijn begonnen. We zijn echt begonnen met kijken naar wat gebeurt er in de wereld om ons heen. Hoe draait die wereld om ons heen? Aan de ene kant. En aan de andere kant, welke technische ontwikkelingen zijn er? Ik zei ook, onze achtergrond zit in de Technische Universiteit. Dus wij zijn gestart met een enorme fascinatie voor techniek. Maar ook wel met de realisatie dat er nog een grote vertaalslag gemaakt moet worden om die techniek te vertalen naar iets dat impact maakt. En dan kijken naar mobiliteit, personenmobiliteit, goederenmobiliteit is gewoon een waanzinnig fascinerend fenomeen. Want de hele wereld om ons heen draait. Nou, we zien nu wat de impact is als die wat minder gaat draaien. Kan je continu blijven plannen. Exact. maar daar moet je dus op gaan anticiperen. En dat is een waanzinnig interessant probleem. En we hebben juist in die pakketbezorging gezien dat er een enorme volumegroei plaatsvindt. Met name gedreven door e-commerce. Dat we als consumenten meer aan het kopen zijn. En dat heeft echt een omslag in die markt. Dat is een hele traditionele B2B gedreven markt geweest, pakketbezorging. En daar is gewoon een omslag ontstaan en een volumegroei. Wat betekent dat die logistieke keten eigenlijk opnieuw uitgevonden moet worden. Ja, met een fascinatie voor techniek en een fascinatie voor impact maken in mensen dagelijks leven is dat waanzinnig om te doen. Hoe hebben jullie klanten overtuigd dat het een verstandige zet is om met jullie in zee te gaan? Ja, nou dat kost tijd en dat kost overtuigingskracht. Dus dat is aan de ene kant het verhaal natuurlijk helder maken. Het voordeel voor ons, de pijn wordt iedere dag echt wel gevoeld. Hè? Ik heb wel eens gehoord, het voelt voor dit soort partijen alsof er op dagelijkse basis een watermeloen door de strot wordt geduwd. Mm-hmm. Dus die pijn is groot, dat helpt. Tegelijkertijd, het gaat natuurlijk wel om een heel fundamenteel element van de processen, de operatie van zo'n partij. Dus we moeten dat ook echt bewijzen. Dus wat wij doen is bewijslast leveren door vaak te beginnen met een theoretische simulatie. En dat betekent, laten we maar eens kijken, wat was er gebeurd als vorige week, de orders van vorige week of van vorige maand, niet door de huidige setup waren gegaan, maar door het systeem van Plotwise. En hoe wordt dan jullie output eruit gezien? Wordt de planning eruit gezien? En waar zit dan het verschil in? Is dat tijd? Is dat kilometers? Waar zijn ze gevoelig voor? Nou ja, aan de ene kant is dus de kwaliteit en die cost-efficiency. Nou, die kwaliteit is moeilijk meetbaar in een theoretische situatie. Ja. Ik zeg wel eens, we kunnen die busjes ook met de lichtsnelheid over de weg sturen. Dat ziet er allemaal heel mooi uit, maar dat ga je in werkelijkheid niet kunnen waarmaken. Dus daar zullen we altijd in de praktijk moeten testen. Dus dat is ook een onderdeel van die bewijslast. Maar de theoretische situatie kun je heel goed simuleren op cost-efficiency. En dat is gewoon minder kilometers, minder tijd en vaak ook minder voertuigen. Ja. Wie zijn jullie klanten? Ja, dat zijn in de basis de bezorgdiensten. En dat zijn natuurlijk de traditionele pakketpartijen. Maar je ziet ook steeds meer nieuwkomers in de markt. En de andere kant zijn eigenlijk de grote e-commerce partijen die
voorheen vaak hun diensten bij de bezorgdiensten. Maar je ziet ook een steeds grotere ontwikkeling dat dat soort partijen zelf een bezorgtak op gaan zetten of zelf bezorgnetwerken bouwen. En wie geeft daar zo'n voorbeeld van? Nou, een goed voorbeeld zijn de supermarkten. Een ander goed voorbeeld is bijvoorbeeld de Coolblue. Je kent wellicht de blauwe busjes die overal rondrijden of de blauwe bakfietsen. Dat is een partij die dus echt zelf dat netwerk is gaan bouwen. En dat is ook een partij voor wie wij werken. Dus al die voertuigen sturen wij iedere dag op pad. Ja. En als je zegt dat is dynamisch, is dat dan als ik zeg maar die chauffeur van dat busje of die chauffeur op die fiets, elke keer als hij op zijn app, zal via een app lopen neem ik aan, op zijn app kijkt, kan de dag er anders uitzien? Want jullie nemen allerlei factoren mee die op dat moment relevant zijn. Ja, in de basis is ons product leveren wij als een API. Dus dat betekent dat we de stekker inprikken in het bestaande landschap van onze klanten. En dat begint al vaak bijvoorbeeld op de webshop. Dus als je al een check-out proces als consument, dat je in plaats van een tijdvak kiest, wat voorheen veel gebeurde, waar nog maar de vraag was of het waargemaakt kon worden. Want je verkocht een soort van, of je kocht als consument een tijdvak. En het was maar de vraag of daar de capaciteit van was, want dat werd later in de keten opgelost. Ja. Nou, dat gaat met kleine volumes gaat dat goed. Op het moment dat daar een relatief groot deel van de orders zo'n beperking mee krijgt, dan zie je een exponentiële kostenstijging. Dus dat werkt niet meer. Dus je moet eigenlijk op dat moment al slim met capaciteit en met planning omgaan. Dus dat is één manier waarop ons product al een rol speelt. Tot aan het resource management in de operatie van zo'n depot. Wat ik al zei, een voertuig die uitvalt, een chauffeur die ziek is. Dat zijn allemaal factoren die een rol spelen. Ja. Tot aan uiteindelijk inderdaad de realisatie. En dan meet je dat weer. Die data stop je weer in het systeem. En daar leer je weer van om de dag daarna het weer net iets beter te doen. Het klinkt mij in de oren, maar misschien zit ik er helemaal naast, dat jullie voornamelijk grote klanten hebben op dit gebied. Ja. Is de markt in één land, zeg maar, in Nederland dan niet snel afgeraasd? Ja, nou dat is een goede vraag. Dus als je kijkt naar de Nederlandse markt, kijk, in totaal bestellen of worden er per dag een 1,5 miljoen pakketten bezorgd. Dus dat zijn wel serieuze volumes. Als jullie per pakketje betaald krijgen, dan... Dat is ons businessmodel, dus dat scheelt. Maar er zijn natuurlijk een paar grote partijen die dat doen, wat specialistische partijen. En dat is natuurlijk de markt, dus die is redelijk overzichtelijk. Tegelijkertijd, wat ik zei, het zijn de bezorgdiensten, specialistenpartijen, maar ook steeds meer e-tellers die daar zelf in stappen. Dus je hebt het toch echt wel over enkele tientallen partijen die hier behoefte aan hebben. Maar je moet wel een zeker volume hebben, want als je met één of twee busjes op pad gaat, dan heb je onze oplossing niet nodig. Nee. Dus het zijn wel serieuze volumes, dus er zit een ondergrens aan. En dat is ook wel nodig voor ons om de kwaliteit te kunnen bieden in ons product. Maar ja, in Nederland, het volume is echt wel significant. We zijn toch wel een e-commerce land en ook een logistiek land. Maar ja, ga je kijken naar de landen om ons heen, wat we in Nederland in één dag met z'n allen doen. Dat doen de individuele pakketvervoerders in onze omliggende landen per dag. Dus daar zit een enorme internationale potentie, los van nog verder kijken. Want dat is natuurlijk een wereldwijde ontwikkeling, die enorme volumegroei van e-commerce. Ja, dus hoe internationaal zijn jullie nu? Nou, we zijn nu actief in Nederland en België. En we zijn actief bezig met de voorbereiding naar onze omliggende landen en zelfs een paar stappen daarna. Ja, hey, en een vraag die mij altijd interesseert is... enerzijds zou je denken, het probleem is overal hetzelfde, dus onze oplossing kan ook overal functioneren. Wat wij dan toch vaak horen is, cultuur speelt in veel gevallen een belangrijke rol. Hè? Dus het is niet zo eenvoudig om in Duitsland of zomaar in Frankrijk dingen te gaan doen. Hoe gaan jullie dat aanpakken, die internationalisering? Ja, je hebt daar natuurlijk verschillende factoren die daar een rol spelen. Dus de cultuur van business. Nou, dat heeft ieder bedrijf mee te maken die in verschillende landen actief zijn. Maar als we meer naar het product kijken, dan heb je culturele verschillen in hoe we als consument omgaan met e-commerce bestellen en wat we ook verwachten. In Nederland zijn we echt toch wel allemaal heel gewend dat we thuis bezorging hebben. In sommige andere landen is het weer logisch om meer gebruik te maken van service points, dus pick-up points. Dus daar zijn wat variaties in. Nou, dat zijn voor ons product eigenlijk
parameters waar we weinig last van hebben. De echte verschillen zitten natuurlijk hoe zo'n operatie werkt van zo'n organisatie. En dat zelfs binnen een land zit daar per partij al enorme verschillen in. Laat staan als je naar verschillende landen kijkt. Dus ons product is een API, maar wat continu meedraait met de operatie van onze klanten. Dus we moeten dat heel goed daarop op aansluiten. Dus dat betekent aan de ene kant fully customizable zijn. En aan de andere kant, want ja, je wilt toch een schaalbaar bedrijf hebben, echt een gestandardiseerd product dat ook kan doen. En het andere element wat ook niet te vergeten is gewoon de kaart. Je hebt natuurlijk voor ons zeker hele nauwkeurige kaartdata nodig, wat we ook zelf ontwikkelen en wat we zelf continu verbeteren. Ja, en daar gebruiken we veel open databronnen voor. Daar hebben we ook veel ervaring mee. En die verrijken we iedere dag weer met realisatiedata. En per land, per gebied waar je natuurlijk live gaat, moet je wel zorgen dat de basis op orde is. Ja. Maar gelukkig kan dat en dan hebben we daar ook wel ervaring mee om dat in veel landen te doen. Maar als je kijkt naar jullie naar internationale uitbreiding, is dat dan een kwestie van sales? Waar zit dan de belangrijkste? Ja, dus het product is goed internationaal uit te breiden. Ja. Je moet alleen even aansluiten bij de dagelijkse operatie in de werkelijkheid. Maar dat geldt dus per klant. Dus met name de sales en marketing is heel belangrijk dat we dat internationaal gezien ook goed neerzetten. Ja, en dan zijn daar een aantal belangrijke stappen voor ons om te zetten. En doen jullie één land tegelijk of gaan jullie meteen? Nou, we zijn dus nu in de landen actief met onze bestaande klanten. Ja. En we hebben in die zin stap voor stap. De ons omliggende landen zijn daar belangrijk in. En daar zullen je hebt een klant waar je eerst van Nederland binnen gaat, maar die heeft ook werk. Bijvoorbeeld. Die functioneert ook in een ander land. Of andersom, je zoekt wel echt een launching customer voor een land om live te gaan. Voordat je daar actief gaat. Ja. Actief bent. Ja. Je zegt, je bent. Het komt voort uit TU Delft. Ja. Jullie hebben grote stappen gezet in korte tijd. Wat is nou het belangrijkste wat je geleerd hebt? Want je bent nu ineens iets gaan doen waar je niet per se. Misschien, ik weet niet wat jouw opleiding geweest is. Wat heb jij gedaan? Ja, mijn achtergrond is in de schilderwerpen. En dat is. Logisch. Niet helemaal. Nee. Ik moet ook zeggen, als je nu kijkt naar het team. We hebben een heel zwaar tech team. Ook een heel internationaal team trouwens. Ja. Onze product- en tech team. Dat is nu een mannetje en vrouwen trouwens ook rond de 20. Waarvan we inmiddels 16 verschillende nationaliteiten hebben. Dus dat is ook wel het is zo'n complexe discipline en ook zo'n specialistendiscipline. We hebben echt mensen van over de hele wereld nodig die daar goed in zijn. Dus die halen we allemaal naar Delft en dat gaat gelukkig heel goed. Maar wat is nou het belangrijkste om te leren? Is gewoon de theoretische technische werkelijkheid en de dagelijks operationele werkelijkheid. Die moet je bij elkaar brengen en dat vergt gewoon heel veel. Want daar had iedereen ervaring mee, toch? Nee, exact. Nee, wij waren conceptueel goed, we waren technisch heel goed, maar we waren geen logistieke experts en helemaal niet op de dagelijkse werkvloer. En dat is iets waar we veel tijd in stoppen en waar we iedere dag weer van leren. Dus dat is ook heel erg leuk om te doen. Zijn jullie ook zelf zeg maar in een busje gaan zitten of mee gaan rijden met een busje? Dat is bijvoorbeeld een manier om daar even goed gevoel bij te krijgen. Ja, waar zit nou rondlopen op depots, s'nachts naast een planner zitten die het nog allemaal handmatig doet. Waarom doe je dit? Wat zijn de keuzes die je daaraan maakt? Nou, daar leren we ontzettend veel van. Ja. Maar ook bijvoorbeeld gewoon virtueel stap voor stap door een route lopen met iemand die dat dagelijks doet als chauffeur zijnde of als een depothouder. Die zegt, dit is niet logisch, want dat is kennis en inzichten. Die kun je niet achter je computer verzinnen. Nee. Die heb je echt vanuit de markt nodig. En dat is heel erg leuk, want het is aan de ene kant. Ja, als je over dit soort ML-modellen en streaming data en dat soort zaken hebt, wordt het al heel snel extreem abstract. Ja. Door juist deze, hele concrete andere kant van de medaille te hebben, creëer je een hele mooie balans. En dat is ook wel de reden waarom we het zelf zo fascinerend vinden, maar dat hele team ook, het hele abstracte en het superconcrete wat bij elkaar komt. Hey, je zegt, we hebben een heel internationaal team, we hebben echt hoogwaardige mensen nodig. Ja. Wat zijn de redenen voor die mensen om bij jullie te komen werken? Want er zijn veel, die mensen kunnen bij veel bedrijven terecht. Ja,
Nou, het is eigenlijk een beetje wat ik net zei. Die combinatie tussen het hele abstracte en complexe en het super tastbare. Dat is iets wat iedereen toch al heeft als een soort de rode draad in het team, wat iedereen motiveert. Hè, dus je kunt heel diep in de data zitten en je kijkt uit het raam en je ziet de bestelbusjes rijden en je weet weer waarom je het doet. Mm-hmm. Dat maakt het heel erg tastbaar. Maar ook de materie zelf, wat ik zei, het zijn wel specialisten in het vakgebied, dus echt in die optimalisatietheorie en technologie. Ja, en dan is het fascinerend om met zoveel complexe factoren daarmee bezig te zijn. We hebben veel mensen die toch wel een PhD-achtergrond hebben. En dan zie je dat de academische werkelijkheid en dat ze dat nu kunnen inzetten in iets wat dagelijks gebruikt wordt. Ja. Dat is voor de meesten wel een enorme drijfveer. Dus jullie hebben allemaal zoiets van als je weer een Coolblue busje ziet rijden, van hey. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Ja. Je zei eerder, het verdienmodel is bedrag per pakketje. Ja. Nou ja, en dan krijg je natuurlijk het verhaal van een klein bedrag, veel keer is substantieel geld. Hebben jullie andere verdienmodellen overwogen toen je begonnen? Nou, wat wij, we hebben het uiteraard overwogen, want we zijn iedere dag over nadenken. We zijn natuurlijk een bedrijf aan het bouwen en je probeert er iedere dag van te leren. Maar wat voor ons heel belangrijk is wij kijken naar planning als een partnership. Dat wil zeggen, we leveren geen software en zeggen zoek het maar uit. Dat is vaak wel de werkelijkheid zoals die lang is geweest. Ja. Dat is natuurlijk met veel software business is dat ook zo. Wat soms ook heel goed is trouwens. Maar juist vanwege die dynamische werkelijkheid, anders verandert continu. En je moet de data weer gebruiken om te leren van die werkelijkheid en weer verbeteren. Zeggen wij, ja, dat is een ongoing proces. Dus wij kunnen dat alleen maar als een dienst leveren en niet als een product of als een tool. En als je dan een dienst levert, dan is het ook wel fijn dat die dienst en de output van die dienst aansluit bij de output en de behoeften van onze partners of onze klanten. Dus wij zeggen altijd, ja, die hebben maar één doel en dat is zoveel mogelijk pakketjes bezorgen met een hoge kwaliteit en lage kosten. En als we dat ons doel ook maken, dan zijn die twee aligned en dan gaan we iedere dag een stapje verder om die doelen te bereiken. En dat is misschien ook wel goed, de last mile bezorging, dus hè, het stukje tot aan de voordeur van depots of hubs rondom de stad. Dat is op dit moment vaak ook de bottleneck voor verdere groei van webwinkels, maar ook bezorgdiensten. Dus daar zit een enorme pijn die, als je die kan oplossen op zo'n manier, en ook kan, niet alleen vandaag kan oplossen, maar ook morgen en ook volgend jaar en ook over 5 jaar. Dan heb je natuurlijk een heel interessante samenwerking te pakken. Hey, je zei pijnpunt, of we kennen het allemaal, busjes in de straat, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk, bijvoorbeeld, we zitten hier in Amsterdam. Dat is natuurlijk een issue waar je het gevoel hebt van, kan dat niet efficiënter of kan dat niet verzameld worden buiten de stad en dan meteen. Is dat in het belang van jullie klanten, zeg maar? Is dat iets waar jullie het over hebben met je klanten? Ja. Hey, absoluut. Kijk, de behoefte is dat pakketje wat je als consument online bestelt, om een goede experience thuis ontvangen. Hè? Want dat is de grote volgende hindernis die genomen moet worden. Die e-commerce is hard kunnen groeien omdat die digitale experience zo verschrikkelijk goed is. En ook het stukje payment is ineens voor niemand meer een issue. Ja. Ja, en wat is dan de volgende stap tussen wat je achter je scherm doet en wat je in je echte wereld ervaart? Dat is die bezorgervaring of die bezorgexperience. Dat overhandigen van het product. Nou, sommige partijen hebben daar echt een strategische keuze in gemaakt die dat helemaal perfect willen doen. Coolblue, goed voorbeeld. Niet voor niets. Alles voor de glimlach payoff. Ja. Maar om dat te doen moet je dus heel goed aansluiten bij de behoefte. Moet je ook kunnen waarmaken wat je belooft. Ja, en waarmaken wat je belooft betekent dat je moet aansluiten bij de situatie die er is. En als dat betekent, je moet met een low emission voertuig de straat in en vooral niet te hard rijden en vooral niet de straat blokkeren, want daar wordt de consument niet happy van, dan is dat een belangrijke behoefte. Ja. Ja. Maar heeft elke van jullie klanten diezelfde behoefte? Misschien wil de ander wel gewoon, is het allerbelangrijkste is gewoon zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk. Ja, nou, zo snel mogelijk is wel interessant, hè? Want ook bijvoorbeeld in Nederland zijn we gewend aan next day delivery. We doen tegenwoordig zelfs ook veel op same day delivery. Ja. Ja. Maar wat je ook ziet als je je klant de keuze geeft, in veel gevallen is same of next day ook helemaal niet nodig en dan kan het prima later zijn. Dus ook daarmee juist op een efficiënte manier consumentengedrag of consumentenvoorkeuren sturen. Ja. En iets wat voor
die individuele ontvanger wenselijk is voor de operatie, maar ook voor de maatschappij interessant is, dat heeft natuurlijk een enorme benefit. Want als er bij de buurman wat bezorgd moet worden, is het wel lekker als dat hetzelfde moment is als dat bij jou moet gebeuren. Ja. En niet dat jij 's ochtends tussen 9 en 11 hebt gezegd en de buurman 's middags tussen 3 en 5. Ja. Dan rij je 2 keer door die straat. Ja. Dus dat soort afstemming, die is cruciaal als je wat meer op systeemniveau kijkt naar zo'n bezorgnetwerk of zelfs meerdere bezorgnetwerken. En daar, ja, daar valt nog heel veel te doen om daar slimmigheid onder water aan elkaar te koppelen. Om dat steeds iedere dag weer een stukje beter te krijgen. Ja, want in dit geval, ik zit even door te denken. Kan ik me ervoor voorstellen dat als het zo is, ik bestel iets en ik maak de keuze morgen van 9 tot 5. Ja. En als jullie daarna, of als jullie of die webshop tegen mij zou zeggen van joh, we komen toch al bij je buurman tussen 3 en 5, is het ook een optie om het dan te doen, zeg maar. Weet je wel? Op die manier zou je waarschijnlijk ook nog dingen beter kunnen doen. En dat kan zelfs even aantrekkelijk worden gemaakt door of een goedkoper prijsje te doen of juist het andere moment wat duurder te maken of misschien iets minder economisch, maar een groen blaadje. Hè? Dit is de milieuvriendelijkste keuze. Ja. Ja, dat zijn allemaal verschillende manieren waarop je mensen kan verleiden dat te doen. En jullie verzamelen met wat je doet dus al die data. Op je site staat ook, is een van jullie, de dingen die jullie zeggen te doen is rich data en AI. Ja. Improve quality, capture knowledge en gain insights. Ja. Wat voor inzichten hebben jullie bedrijven kunnen leveren anders dan die echt over zeg maar de efficiëntie en die dingen gaan? Wat hebben jullie geleerd wat je klanten verrast heeft? Nou ja, hoe goed je dus consumentengedrag kan beïnvloeden door ze proactief suggesties te bieden. Ja. Dus dat is een hele belangrijke. En ook hoe consumenten daar bereid zijn in mee te gaan. Op veel meer operationeel niveau, we doen natuurlijk heel veel suggesties en op structuren. Hoe organiseer je nou de bezorging in een wijk? Vroeger waren partijen gewend dat je 1 bezorger die kon 3 wijken doen. Vandaag moeten in 1 wijk moeten 3 bezorgers komen. Dus dat is een hele hoe zeg je dat? Flexibiliteit achter. Daar kun je natuurlijk op data en op slimmerheid kun je daar veel geavanceerdere keuzes in maken dan wat er vaak in de praktijk gebeurt, dat iemand een handmatige beslissing neemt en er richt iets in. En dat is voor vandaag hetzelfde als over 3 maanden. Terwijl de werkelijkheid natuurlijk in die tussentijd continu verandert. Dus dat is een heel belangrijk element. En je refereerde net aan capture human knowledge. Er zit heel veel kennis in, zeker als het wat ervaren chauffeurs bijvoorbeeld zijn, maar ook operationele mensen in zo'n depot, wat eigenlijk iedere dag opnieuw ingezet wordt, maar ook nergens wordt gevangen, nergens wordt vastgelegd, nergens wordt gebruikt. Als je met pensioen gaat, zeg maar, dan is de kennis weg. Ja. Dus dat soort data vastleggen en gebruiken om inzicht uit te creëren, maar ook gewoon in de basis je kaartdata iedere dag weer een stukje beter, want je doet een aanname over de snelheid waarop je met een voertuig op een bepaald moment van de dag over een wegsegment rijdt. Nou, die aanname is altijd verkeerd, maar iedere dag weer, als je daar data over genereert, leer je daar wat van. Maar het zijn ook keuzes, hè? Dus als je op een route een aanname doet dat een voertuig op een bepaalde manier door een wijk doet en de chauffeur doet het op een andere manier, daar kan hij een goede reden voor hebben. Een simpel voorbeeld is, er is een school rond die tijd uit en er staan een hoop auto's die de straat blokkeren. Ja. Nou, zo'n chauffeur die de wijk kent, die weet dat en die rijdt even anders. Nou, dat soort kennis, als je dat in systemen kunt vangen. En hoe doe je dat? Hoe vang je dat in het systeem? Nou, dat zijn op verschillende manieren. Dus dat is gewoon feedback en door dagelijkse afstemming, maar ook door heel veel data proberen vast te leggen. Hè? Dus de voertuigposities, allerlei handhelds die chauffeurs mee hebben waar, hoe zeg dat? Op het moment dat er een overhandiging is van een pakketje waar je sign-off is. Ja. Stoptijden, hè? Hoe lang duurt het om een pakketje af te leveren? Is ook voor chauffeurs vaak een enorme frustratie. Ze weten dat ze ergens op 4 oog moeten afleveren. Het kost sowieso 10 minuten. En de planning zegt, ja, het is standaard 3 minuten. Dan heb je op dat moment al een probleem. Nou, dat vastleggen en gebruiken de volgende keer dat je diezelfde locatie doet, brengt natuurlijk heel veel toegevoegde waarde. Ja. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Dat doen we een andere keer, want we spreken altijd met onszelf af dat we een half uurtje over doen. En dan zijn we nu alweer. Dat gaat heel snel altijd. Eén laatste vraag nog. We vragen dat ook vaak aan onze gasten. Waar wil je over een jaar, als we je over een jaar weer uitnodigen, waar wil je dan staan met je bedrijf? Nou, we hebben de ambitie, zoals we het zelf zeggen, win the Netherlands, dat is stap 1. Maar vooral ook de eerste stap waarin, zoals ik zei, de ons omliggende landen gezet hebben. En dat is onze eerste korte termijn doelstelling. En vandaar nog een flink aantal ambitieuze lange termijn doelstellingen. Ja.
Mooi. Hey, veel succes ermee en ik kom het tegen die tijd graag nog een keertje vertellen. Dat doet me plezier. Dankjewel. Dank we jullie zoals altijd voor het kijken. En we hebben dan zoal om te, verder nog te bedanken PQR voor de hosting van de website Bier & Co. voor de biertjes. Ik zit vandaag aan het alcoholvrije jever van Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct nog een uitzending. Kijk je on demand, dan weet je dat je al die uitzendingen van ons van de afgelopen bijna 10 jaar kunt terugzien via fastmovingtargets.nl en YouTube. Dankjewel.